Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Ja, in de Goffert hier werd niet gewonnen van Feyenoord. Het werd 2-3. En daarmee is plek 5 verspeeld voor NEC. En kan NEC zich wel gaan opmaken dus voor play-offs. Het is de vraag, is het de 6e plaats of is het de 7e plaats? Dat zal volgende week in Almere beslist moeten worden. Maar goed, even over de wedstrijd van vanmiddag dus tegen Feyenoord. Er werd niet gewonnen. Trainer Rogier Meijer, hoe kijkt hij terug op die wedstrijd? Kijk, als je verliest is altijd teleurstelling natuurlijk, maar aan de andere kant denk ik ook wel een soort van, trots is misschien een groot woord, maar ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn over de prestatie die we geleverd hebben. En ja, de 11 tegen 10 wordt natuurlijk lastig, hè. Dat bepaalt een groot deel van de wedstrijd uiteindelijk, maar de strijdlust en ook het voetbal bij Vlagen wat we hebben laten zien, dat kan me wel bekoren. En dan Thierry, hij had in de eerste helft toch wel wat kantjes hoor. Ja, klopt. Ik had een paar goede mogelijkheden. Eén bal die ligt ergens op snelweg achter. Dus die raakte ik verkeerd, die stuitte erop. Maar wat ik zeg, was gewoon zonde. Ik bedoel, we hadden goede mogelijkheden. Vlak voor rust scoren zei de 1-0, dat is gewoon zuur. Maar dan komen wij goed terug met de 1-1. En dan is het een beetje lastig met die rode kaarten. En dan werd het een beetje lastig. Ja, trainer Rogier Meijer zei het afgelopen vrijdag al. Misschien ook wel weer een verrassing in de opstelling. Koki Okawa begon op de bank en Selasso dus weer in de spits. Trainer Rogier Meijer legt even uit waarom. Ja, ik denk dat je precies hebt gezien de eerste helft waarom. Omdat je weet dat Feyenoord heel veel druk gaat zetten. Vaak ver van de goal af speelt. Ja, dan wil je in deze wedstrijd snelheid en kracht hebben. En dat hadden we met Silla en Robert in de as. Nou goed, dus dat was de keuze om hem daar te brengen. Maar het zag er al wel weer wat verzorgder en beter uit als dat ik tegen Excelsior heb gezien in het spel. Dus op tijd weer die flow gevonden? Nou, ik denk dat een aantal spelers gewoon weer beter in hun vel zit. En met name ook de spelers waar we dat van verwachten en hopen. Nou, die helpen ons elftal. Een aantal wissels, hè, Sontje, Koki, die komen erbij. Dus dat is lekker. Ja, even over Zoontje. Hij staat hier naast je. Dat moet als trainer heerlijk zijn. Als je me inbrengt en binnen een minuut maakt hij een doelpunt. Ja, dat is wel. Ik zei het. Nee, hoor. Nee, ja, dat is wat je graag wil. En dat is met name ook fijn voor hem. Hij was deze week 2 dagen ziek. Ja, dus dat is kloten voor hem. Maar goed dat hij er nu weer bij komt. Ja, je hoort het al. Zoontje Hansen. Hij maakte de 2-2 belangrijk doelpunt. Even naar hem. Volgens mij stond ik eerst 1-1 met Belen. Kwam er nog een verdediger bij. En Jury kwam opstomen. Hij zei de hele tijd tegen mij naar binnen, waardoor Belen een passie naar rechts ging zetten. Toen kwam er ruimte tussendoor en toen kwam ik er snel langs en schoot ik hem goed binnen. De trainer heeft altijd gelijk als je wisselt en gelijk scoort. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij ook wel even naar de bank kijkt van kijk, hier. Door andere redenen weet ik dat ik... Dat ik nu eventjes gewoon via de bank moet inkomen. En, Kun je iets vertellen over die redenen dat je dan op de bank moet starten? Laatste tijd ben ik ben vader geworden. En voor mij is het even wennen. Korte nachten? Korte nachten. En ik was ook even ziek. Dus was na Feyenoord dat ik niet meer zoveel speel. Maar we hebben nog een paar wedstrijden en... Als ik speel, dan wil ik gewoon goals maken, 100% geven en hopelijk dat we play-offs winnen. Ja, mooi. Ook een trotse papa geworden. Dus nog gefeliciteerd aan het zoontje Hansen. Dan vooruitblikken. Ja, die play-off wedstrijden. Er moet wat gepuzzeld worden, want Bram Nuitink heeft rood. En is hij dan 1 of 2 wedstrijden geschorst? Nee, dat laatste niet, want de schorsing telt voor de competitie en niet voor de play-offs. Die is apart, dus dat is al competitie, maar het is 1-1 wedstrijd, dat kan niet anders. En dat puzzelen we wel, maar ja, jullie weten de oplossing zelf ook al, denk ik. Volgende week Almere uit. Voor ons is dat heel belangrijk. Wij moeten daar naartoe gaan om de wedstrijd te winnen en de plek 6 veilig stellen. En, dat is ons doel van nou. Ja, ik zei wel tegen de trainer, het spel was al wel weer beter dan dat ik tegen Excelsior heb gezien. Op tijd die flow gepakt. Ja, we speelden vandaag beter dan vorige week en we begonnen ook goed aan de wedstrijd voor mijn gevoel en we hadden een paar mogelijkheden en deze lijn doortrekken naar zondag. Ja, en dan hebben we Thierry toch voor de camera en dan maar eens eventjes vragen, want hij heeft dus besloten om in Nederland te blijven. Ja, ik heb wat ik gezegd had vanwege mijn zoontje heb ik met Maccabi Haifa besloten om mijn contract te ontbinden. Gelukkig is alles goed gegaan en goede gesprekken gehad met Maccabi. Blij dat ze ook mee hebben gewerkt en
Ja, aankomende week heb ik eerst gesprek met NEC en er zijn nog wat andere clubs geïnteresseerd. Maar komende weken gaan we beslissen wat we gaan doen. Ja, maar NEC heeft al wel aangegeven van nou, we willen je wel graag hier houden. Ja, klopt. Ik heb aankomende week gesprek met de eigenaar. Kijken wat de bedoelingen zijn en kijken de plan van komende jaren. En vanuit daar gaan we verder kijken. Ik weet nog niks. Ik ga gewoon alles om me af laten komen en lekker luisteren. Je gaat de bal nog wel even ophalen bij het stadion? Ja, die ligt ergens op veld. Dus misschien ga ik hem weer zoeken op snelweg. Dan neem ik hem in naar huis. Hey, dankjewel. Ja, dit was hem dan weer. De NEC-update voor dit moment. We gaan de laatste weken van de competitie. 2023-2024 met een uitwedstrijd in Almere tegen Almere City. Daar gaan we natuurlijk komende week op voorbeschouwen. Dus er is weer een nieuwe update. Maandag zijn we er weer live. Ook de podcast natuurlijk deze week weer online terug te vinden. Waar we over deze wedstrijd gaan hebben. En al vooruitblikken op de playoffs natuurlijk. En wij zijn er heel snel weer. Graag tot dan.